Ik had het heel erg leuk gevonden om ooit te hebben kunnen ontmoeten. Dat is helaas niet het geval. Ik heb me wel erg goed verdiept in wie hij was en wat mensen over hem vertelden, wat hij heeft gedaan. In deze lezing gebruik ik een van zijn vele functies, namelijk voorzitter van de bezwaarschriftencommissie, eigenlijk als motief voor mijn lezing. Want ik denk dat er heel erg veel leuke verhalen over te vertellen zijn. Je hebt zijn beide dochters net ontmoet. Dus ik heb ook even met ze zitten praten. Je probeert natuurlijk altijd invulling te geven op misschien ook iets wat niet altijd eerder benoemd is. Hè? Want er zijn al heel veel lezingen geweest. Dus ik heb ook iets proberen te zoeken in zijn leven wat misschien nog niet belicht is geweest. Tijdens mijn vakantie op Vlieland dus, dacht ik na over hoe ik deze lezing wilde gaan houden. En ik liep na te denken over of en zo ja er ergens een parallel was tussen mij en het leven van Herman Höfte. En ik ging me verdiepen in wie hij was geweest, wat hij heeft gedaan. En dat deed ik aan de hand van beschrijvingen, flarde teksten, duidingen van anderen, want ik heb hem nooit gekend. Hoe kijk jij naar de komende verkiezingen straks in maart? Met spanning, om eerlijk te zijn. Omdat spanning... Aan de ene kant omdat er heel erg veel gaat veranderen. Er komen veel meer partijen. We hebben even de 20 aangeraakt, maar nu uiteindelijk zijn er 19 die zich hebben ingeschreven. Dus worden er veel meer. En tegelijkertijd biedt het ook veel meer kansen natuurlijk voor ons om onze doelen te realiseren de komende tijd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij de verbinding herstellen en dat wij zorg hebben voor de verbinding tussen de overheid en degene van wie die overheid is. En dat terugbrengen, die verbinding, daar heb ik in mijn speech het een en ander over verteld. Het gaat dan over praten met mensen, weten dat je soms gewoon de problemen niet kunt oplossen, maar dat je wel wilt weten hoe het met ze is, wat ze bezighoudt. Omdat het jou weer inspireert om uiteindelijk die problemen op lange termijn wel te kunnen oplossen. Dat je misschien niet altijd een oplossing kunt bieden, maar wel mensen kunt helpen om ze zelf die oplossing te laten ontwikkelen. En dat wij soms te snel die oplossing willen kunnen bieden, en dat dat een barrière is om überhaupt het gesprek te voeren. Partij van de Arbeid en GroenLinks die hebben al aangekondigd na de verkiezingen samen in de Eerste Kamer te gaan zitten. Wat vind je daarvan? Ik zie dat er landelijk afgelopen zaterdag ook landelijk dat gesprek heel erg gevoerd is. En dat eindigt ook in gezamenlijkheid op zo'n congres. Er zit wel een heel groot verschil in het land. In Zeeland is op één lijst, hè, waar ze samen optrekken. Ja, hier in Overijssel hebben we af en toe wel samengewerkt, maar zeker nog niet zo nauw en hecht als je op andere plekken wel ziet. Dus ik denk dat wij in Overijssel daar nog behoorlijk wat aan moeten werken. Zo nauw samen op te trekken. Of dat gaat gelukkig de komende tijd, dat zullen we even moeten afwachten.